IT-dweper Tim Oliehoek is al lang geen groentje meer in de Hollandse filmbiz. In Spion van Oranje laat hij Paul de Leeuw dan ook alle hoeken van de set zien. Oh, 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 oh. Ja. Applaus voor Paul de Leeuw. Ik moet zeggen dat ik de beginperiode heel erg spannend vond. Omdat je dan nog niet weet hoe dat klikt. En of het überhaupt klikt. Maar dat was eigenlijk na 2 uur weg. Ja, leuk. Hartstikke gaaf. Ook leuk om te doen, hè? Paul speelt een mentaal gefrustreerde terrorist en zijn nichterige broertje. Voor die dubbel O-rol wordt zijn vege lijf niet gespaard. Het belangrijkste is dat je altijd naar elkaar blijft luisteren. En dat je... Soms krijg je hele leuke ideeën van Paul, van het Jeep. Maar je moet wel geconcentreerd blijven. En datgene wat je in je hoofd had, niet los te laten. Voor Tim en zijn vaste cameragabber is niks te dol. Wat gaaf. We're idiots. Het is voor Tim en mij een droom die wederom uitkomt na onze eerste speelfilm. Zijn we super blij dat we van de producenten weer een kans krijgen om deze gigantische film naar het grote doek te mogen brengen. Hun motto: alles kan aan gruzelementen, maar dan ook echt alles. Hey, wat is het? Een bom! Run, 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 run! Allemaal run! Vince, hoe was die? Ja, lekker. Ja? Deze keer. Op zich maakt het niet zo heel erg veel uit of je nou 1 miljoen hebt of 3,5 miljoen. Het gaat natuurlijk om wat je moet doen voor dat geld. Auto's laten opploffen en heel veel toestanden en hele gekke, bizarre scènes opnemen. Dan is 3,5 miljoen ineens niet heel erg veel geld. Ik ben heel verwend, maar dat is het absoluut niet. Het blijft gewoon creatief blijven denken. En het is pas na de draaiperiode dat je ineens beseft van... wow, wat hebben we eigenlijk gedaan?